voor 12 euro. Maar daar ging het niet om. Ik wilde ook nog een leuke badhanddoek. But if you close your eyes. Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag. Het is vandaag zaterdag 29 juli. En ik heb zometeen wat dingetjes te doen. Ik ga zo meteen eerst ontbijten. Dat ga ik zo meteen doen. En daarna ga ik mijn vlogs allemaal editen en monteren en dat soort dingen doen. Want ik heb zeg maar een planning gemaakt. En ik heb zeg maar een planning gemaakt. En daar heb ik best wel veel nog van gedaan. Maar dan weet ik precies van, oké, die vlog moet ik op die dag inplannen. Want dan komt het allemaal goed met de vlogs. Die heb ik gedaan, En dan vandaag heb ik vlogs 1 tot en met 7 augustus. En het is van 7 augustus. En ik zie hier dat ik van 3 augustus ook al heb gedaan. Ik wil even 5 en 7 te doen. Maar ik weet dus niet of ik die 3 ook al heb gedaan. Nee, volgens mij nog niet. Nou, dat moet ik ook nog doen. Dus dat. En wat ga ik zo eerst doen? En ik ga eerst lekker ontbijten. Want dat is het goed zo. Dat is het beste maal van de ochtend. Van de dag. Oké, de planning is een beetje gewijzigd. Ik ga me nu heel snel omkleden. Want we gaan zo meteen naar de Primark in Zoetermeer toe. Even wat dingetjes kopen voor de zomer. En daarna kom ik thuis. Knallen. Als ik maar in ieder geval wel alle vlogs heb gemonteerd. Dat moet ik sowieso vandaag even doen. En dan upload ik ze morgen of zo. En anders heb ik morgen ook nog. Dus het komt goed. Dat komt goed. Ik moet sowieso wel voor morgen. Voor morgen de vlogs hebben geëdit. Want ik ga dinsdag namelijk naar Ien toe. Super zin in. Maar dat zien jullie in de vlogs die over een week pas online komen. Dus ik ga me omkleden. Ik probeer weer een minuut. Ik zie jullie zo. Lekker, warme chocomel. En we zitten bij Clooney. Yay, in Zoetermeer. Superleuk. Tosti time. Yay. Oké, inmiddels ben ik weer thuis. Het was super gezellig op de verjaardag van tante. En ik wil jullie nu even wat laten zien. Ik heb nog wat dingetjes gekocht bij de Primark. 3 dingen in totaal. En dat wil ik jullie nu laten zien. Als eerste heb ik 10 paar sokken gekocht. Trainer socks. En die had ik nodig. Want voor mijn vakantie vind ik het wel fijn om gewoon wat sokken te hebben. En deze waren voor 5 paar 3 euro. Dat zijn deze. En deze. En die waren maar 3 euro. Dus die kon ik niet laten liggen. En ik ging naar de Primark voor een handdoek, een badlaken. Want we hebben natuurlijk die floaty gekocht. Natuurlijk van die unicorn. En ik zag er vandaag ook eentje nog met een flamingo en een pizza punt. Dus wil jij nog een floaty? Ga dan zeker even naar de Primark, want dan kan je er eentje kopen. Voor 12 euro. Maar daar ging het niet om. Ik wilde ook nog een leuke badhanddoek. En toen had ik deze gescoord. Voor, even kijken, voor 8 euro heb ik deze gescoord. Super leuk, dus dat staat echt super mooi op de floatie zelf. Super leuk. Dus, die heb ik gekocht en dat was het. Dus ik ga nu nog even lekker dansen en mijn pyjama aandoen en dan spreek ik jullie later. Inmiddels is het alweer 11:30. Sorry alvast voor deze korte vlog. Maar ik heb niet zo heel veel gedaan vandaag. Alleen de verjaardag. Maar op verjaardag film ik nooit. Ik ben hier. Heb ik de eerste vlog alweer gemonteerd. Dus dat heb ik gedaan. En voor de rest. Ga ik zo meteen lekker slapen. Dus voor deze vlog nou leuk. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video.
En vergeet me zeker niet te volgen op social media, Twitter, Instagram en Snapchat. Dan ben je als eerste op de hoogte wanneer ik een nieuwe video plaats op mijn YouTube kanaal. En dan ga ik bij deze de vlog afsluiten. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Dus tot de volgende vlog, guys. Doei doei!